groep hebben we gekeken wat we konden doen aan kindvriendelijkheid binnen het ziekenhuis. Omdat er echt wel nood was om de kinderen beter te kunnen begeleiden. We hadden gedacht aan het visuele vooral eerst aan te pakken. Dus dat kinderen overal onze mascotte terugzagen. Onze Kiko, die komt ook in heel het ziekenhuis terug. Dus dan eigenlijk wordt het kind op die manier, op een speelse manier, doorheen het ziekenhuis geleid eigenlijk. Dus als hij op medische beeldvorming komt, heeft hij een herkenningspunt van ah, daar is de Kiko, die ken ik van op de kinderafdeling. In de gang zie je ook allemaal foto's van vliegtuigen, de aap die telkens terugkomt, andere foto's. Vinden de kindjes natuurlijk geweldig als ze daar voorbij lopen. Hij voelt zich ook hier heel goed. Het is precies als wij hier aankomen dat hij een beetje thuis is. Als een kind opgenomen wordt in het ziekenhuis, wordt hij toch onttrokken uit zijn vertrouwelijke omgeving. En die kindvriendelijkheid zorgt er toch ook een beetje voor dat de pijnlijke prikkels, dat die toch wat verzacht worden. Bijvoorbeeld na een prik belonen wij de kinderen met een cadeautje. Niet altijd omdat ze flink geweest zijn, want soms gebeurt het wel eens dat ze beginnen stampen of roepen op kruis. En dat mag, want we begrijpen dat, dat doet pijn. Maar het is ook vooral een beloning omdat ze de pijnlijke prikkel hebben doorstaan. We hebben een multidisciplinair team opgesteld die wekelijks samenkomen om te kijken van wat kunnen we verder doen naar begeleiding in het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis. Omdat kindvriendelijkheid niet enkel van de verpleegkundigen komt, maar ook van de kinderartsen, psychosociaal begeleiders. En als wij met iedereen daaraan werken, kunnen we het ook verwezenlijken. U merkt dat kinderen toch vaak wel bang zijn als ze naar het ziekenhuis moeten komen voor een onderzoek of voor een opname. Ze hebben vooral veel schrik van wat er gaat gebeuren, van de dingen die ze niet kennen, van pijn, van dingen die pijn zouden kunnen doen. Daarom proberen we hen het allemaal zo goed mogelijk uit te leggen, te tonen wat er gaat gebeuren. We proberen daarbij zo eerlijk mogelijk te zijn en dan zorgen we ook voor wat afleiding met speelgoed, tv of door gewoon met hen te praten. Welke vragen ze er eventueel zelf over hebben, waarvoor ze bang zijn bijvoorbeeld. Daarmee zijn we eigenlijk brochures beginnen te ontwikkelen waarmee we dat konden uitleggen aan de kinderen. Dat ze dat visueel konden zien wat dat ook was. Dat maakt zeker de kinderen die alles al wat begrijpen, dat maakt dat zij veel rustiger zijn. Communicatie is heel belangrijk omdat dat eigenlijk duidelijkheid geeft aan de ouders ook wat er staat te gebeuren. Een heel belangrijk onderdeel is de psychosociale begeleiding. Want wij als verpleegkundigen hebben niet altijd tijd om een goed gesprek aan te gaan met de ouders, bijvoorbeeld een ondersteunend gesprek. De psycholoog is, vind ik, ook heel belangrijk op de afdeling, omdat wij soms met moeilijke zaken te maken hebben waar we niet goed weten van is er nu echt fysiek dat het kind pijn heeft of is er toch nog een andere oorzaak. Klasbezoeken worden georganiseerd om de kinderen ook een realiteitsbeeld te geven van wat er gebeurt binnen een ziekenhuis, dat het niet alleen maar kommer en kwel is. We hebben ook een charter kindvriendelijk ziekenhuis opgesteld, waar onder andere in staat dat kinderen altijd een van hun ouders bij zich mogen hebben, dag en nacht, zodanig dat ze zich veel meer op hun gemak en rustig kunnen voelen tijdens een opname. En waar bijvoorbeeld ook in staat dat we zorgen voor genoeg speel- en ontspanningsmogelijkheden. De speelkamer hier is ook heel leuk. En ook als ze ziek zijn en ze mogen niet van de kamer, dan komt de speeljuf langs en dan vraagt hij welk speelgoedje ze graag hebben. Dat vindt hij ook altijd wel geweldig leuk. Over tijd hadden we een kindje en die wou niet naar huis gaan. Omdat ze het zo leuk vond op de kinderafdeling. En ik vroeg, ja, wat vond je dan zo leuk hier? Ik mag eens een keer in mijn bed eten met zo'n speciaal tafeltje. Altijd mijn papa of mama bij mij. Terwijl thuis moet ik die aandacht delen met mijn broer of zus. Het zijn niet allemaal erge dingen die hier gebeuren. Het zijn ook wel leuke dingen soms. We hebben heel het project voorgesteld tijdens een open deurdag. We merkten voor onszelf een beetje dat dat normaal was en dat dat heel gewoon was wat we deden. Maar doordat het gepresenteerd is aan andere mensen, leek het toch wel veel meer te zijn dan wij dachten. Dat gaf voor ons ook weer wel een boost om er verder aan te werken en diensten bij te betrekken waaruit de kinderen veel op de afdeling kwamen.